eerst en vooral welkom om zo talrijk aanwezig te zijn op onze persconferentie van Oscar van Claude Manier in de regie van naast mij Nadine de Rijke. Een prachtig stuk, terug weer in de Scala. Het is wel niet zo simpel, dat stuk hier vandaag. Voor de spelers is het enorm moeilijk om zelf maar te weten wie dan duur het koppel wordt en wie. Want en welke valies dat er verloren gaat, welke valies niet. Want daar draait het eigenlijk allemaal om de valiezen. Heel veel attributen, zeg je, valiezen. Maar hoe kan je dat allemaal overbrengen als regisseur? Je moet het toch ook wel klaarstomen om ze allemaal duidelijk te maken wat er moet en wat er kan. Ja, mijn manier van regisseren is, wanneer ik op de eerste lezing kom, dan zit het stuk al volledig, laten we zeggen, op mijn harde schijf. Ik weet al perfect van begin tot einde hoe dat ik het visueel zie. En ik breng dan ook dat heel stelselmatig over naar de spelers. In die zin, ik doe eerst een sekke regie, kwestie van plaatsing. En telkens al met een attribuut bij. En dan zeg ik telkens al, nu pak je dat mee. Nu zet je dat daar, want twee bladzijden verder gaat een diene dat moeten nemen. Op die manier doe ik dat. En, we voelen. Goed, en ga. Oh, dat gaat wel. En die bakspieroefening nog gedaan? Ik heb nog geen tijd gehad. Jongen gezien. Ja? Volgens mij, hè. Zij gaan weer al vervet. Weet je wat? Ik zal u een keer goed massage geven. Maar dat is goed, doe dat. Dus ik heb de meeste klap gedaan, hè? Leg me even af, ontspannen. Je hoopt die kop. Ja. Nog, wat blijft. Geef het niet. Lucie speelt eigenlijk terug weer een rol die op jou is geschreven. Och, de musical zit erin, dus de zang zit erin. Ja. En een prachtige man die je toch hebt. Ja, dat is zeker een vast. Ja. Ik kan mij weer eens goed uitleven in deze rol. Zeker een vast. De zang, kan je het eigenlijk ook op een podium terug goed brengen? Of wordt het eigenlijk weer improviseren? Improviseren? Niet direct. Ik ga wel weten op voorhand wat ik ga doen per scène. Jawel. Hè. Dat is toch wel voorbereid. Ja. Het is niet zomaar lukraak even iets doen. Het is wel met voorbedachte raden. Ja. Ik heb gehoord dat het een strenge regisseur is. Ah, ja, een toffe regisseur, Nadine. Ik werk er heel graag mee. Ja, streng, ze weet wat ze wil, dus dat is altijd goed. Zo moet dat en zo heb ik dat ook graag. En goed kritiek geven, dat we goed opschieten en dat we er iets tof van maken. Voilà, dus dat is... U bent nu de laatste tijd regelmatig hier een beetje al geweest in Gent. Dus dat is toch wel leuk. Ja. Derde stuk dat ik heel graag hier in Theater Scala. Ik moet zeggen, ik speel hier wel heel graag. Ik vind dat een fantastische theater nog zo. De nostalgie van vroeger. En ook, ik denk, een van de betere zalen waar ik ook al in gestaan heb. En denk ook in het Gentse. Ik ben hier wel barones, hè. Ja. Maar ik zou toch nog her de helft van mijn pre ontvangen. Ha, veel graag. Goh. Het is toch al een helft van de munt, hè? Dus dat kost ongeveer 600 euro. Ik zou zeggen, ik vroeg geen congé payé. Ah nee, ik ga met mijn baron naar Italië en hij zal de gaaskosten wel betalen. Dat is goed, hier heb je 200 en 500. Voilà. Het is toch geen gemakkelijke rol? Het is eigenlijk de eerste keer voor mij dat ik een vrouw speel. Ik heb dat nog nooit gedaan, dus het is sowieso niet gemakkelijk. Het is heel uitdagend, want een vrouw heel verfijnd is heel... Dus ik ga daar echt nog altijd moeten onderzoeken. En ik geef er ook een zekere hoek aan. Ik probeer het in een dialect te spelen. Het Brusselse dialect. Dat gaat niet volledig juist zijn, want ik kan dat niet. Maar ik wil er zo een beetje een invalshoek aan geven om het zo wat nog komischer te maken. Maar het is heel up-tempo en dat heb ik wel graag. Het is ook een heel verfijnde rol die je speelt, want je zegt inderdaad, je doet een vrouwenrol, maar je overdrijft een stukje, langs de ene kant, maar langs de andere kant heel professioneel gebracht. Ja, je moet wel zien dat je geen overacting doet natuurlijk. En nu, mijn rol heeft ook een opbouw. Ik ben eigenlijk een dienstmeisje, dus dan ga ik dat ook helemaal anders spelen. Dat hebben we nu niet gezien in wat er vandaag gerepeteerd werd. En Mathijs is dan nadien de barones en dan heeft hij natuurlijk veel meer sierlijkere bewegingen en een andere manier van gedrag ook, hè.
Ik heb een echte man. Ja, en jij hebt ons nog niet aan ons gezien. Zeg. Hey. Verstoord. Wat verstoord? Niet verstoord. Zeg, is het met die jongen dat je niet trouwt? Ja, mama. Hij is wel niet slecht gebouwd. Nina, hè? Is goed, hè? Maar als je het allemaal wilt verstoord, dus we moeten komen kijken naar de voorstelling uiteraard, die te gaan doorgaan in maart in de Scala. De data vindt je terug op de website www.scalaplatform.be of men kan ook reserveren via het nummer 09 228 87 20. Wij danken u.